Welkom iedereen bij een recent ingevoegde Marxisme Online event. Dat is een interview met Sharon Maasop van het Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel. We hebben het op korte termijn ingevoegd, want er is nieuws over de uitwerking van het pensioenakkoord. En dit is een opname van donderdag 28 mei. Dus dat is nog voor de persconferentie die morgen zal volgen. Maar de grote lijnen van het pensioenakkoord zijn al wel duidelijk. Is ook al in de media wel hier en daar naar voren gebracht. En vorig jaar in het ledenparlement ook ter sprake gekomen. Ook middels een referendum. We hebben Charles Maasop gevraagd, omdat het comité al lange tijd actief is met een hele duidelijke stellingname over het huidige pensioenstelsel en dit akkoord. De acties die het comité heeft gevoerd, daar kunnen we het over hebben. We zullen het ook gaan hebben over het pensioenakkoord zelf en dan de perspectieven. Charles. Om met het comité te beginnen. De naam zegt het al. Het staat voor Red het Pensioenstelsel. Dat druist echt in tegen het verhaal dat er iets mis zou zijn met het huidige pensioenstelsel. Hè? Tuur Elsinga, vicevoorzitter van de FNV, die zei het onlangs ook weer in de Volkskrant. En dan citeer ik hem even. Het huidige pensioen biedt schijnzekerheid. Dat hebben vooral gepensioneerden de afgelopen 10 jaar in hun beurs gemerkt. Ze zijn gekort in koopkracht, maar ook de werkenden omdat ze minder pensioen opbouwen. Dat komt vooral door de daling van de rente. De invloed van de renteschommelingen halen we er in het nieuwe systeem uit. Kun je iets zeggen over waarom jullie dit comité zijn opgestart en ook over die naam? Ja, we zijn het comité dus gestart in januari 2018, toen het FNV het offensief heeft gestart. En eigenlijk daarvoor ook al wel een beetje zijn we bezig geweest, omdat wij dus inderdaad zagen dat in de hele discussie rond het pensioenstelsel er een discussie was om dit stelsel, wat we nu dus nog hebben, om dat inderdaad als beëindigd en niet meer goed uit te leggen. En daar waren we dus volstrekt mee oneens. En om te reageren op zoals ik denk dat Tuur Elsinga erin steekt, en ik denk dat het wel redelijk correct is dat er inderdaad in de discussie een verbinding gelegd wordt tussen zeg maar de rendementen. En de rendementen van de beleggingen van de pensioenfondsen en de rente die inderdaad nu telkens omlaag gaat. Alleen daar wordt één grote gedachtefout volgens mij bij gemaakt. Dat is namelijk dat er uitgegaan wordt van een opgelegde rente door de overheid, die zij kunnen opleggen in het kader van wat dan heet het financiële toetsingskader. Financiële toetsingskader is een instrument van de overheid om inderdaad zeg maar toezicht te kunnen houden op hoe de pensioenfondsen werkelijk functioneren. En daarbij kunnen ze dus twee instrumenten inzetten, namelijk ze kunnen een rekenrente, zoals ze dat noemen, bepalen en ze kunnen bepalen wat de dekkingsgraad is. Maar die hebben dus met elkaar in verband. En die rekenrente die is dus inderdaad nog veel lager vastgesteld dan dat de werkelijke rendementen zijn, waardoor dus uiteindelijk het pensioenvermogen wel ontzettend kan stijgen, omdat er allerlei beleggingen toch gedaan hebben die beter renderen dan de rendementen zouden zijn als dat dus volgens het toetsingskader zou plaatsvinden. Waardoor je dus ook inderdaad ziet dat het vermogen van de pensioenfondsen eigenlijk enorm stijgt. Maar de pensioenfondsen moeten zich erg armenrijken rekenen. En daardoor is dus die dekkingsgraden zijn dus ook ontzettend laag.
en dreigen er dus kortingen en premieverhogingen. Terwijl uiteindelijk, als je gaat kijken van wat er aan vermogen in de pensioenkassen op dit moment gezamenlijk zit, dan is dat extreem hoog. Nou, die koppeling tussen inderdaad het oude stelsel en dat financiële toetsingskader is dus onterecht. En daardoor, als je dus inderdaad die koppeling loslaat, dus het financiële toetsingskader afschaft, dan zou je dus inderdaad met een aantal aanpassingen huidige stelsel heel goed kunnen laten functioneren. En voldoet het aan alle eisen eigenlijk. Ja, het is dus heel merkwaardig. De fondsen die hebben heel veel geld. De rendementen zijn best hoog. En dan moeten ze toch heel strak worden gehouden met zo'n lage rekenrente. Waardoor ze niet mogen indexeren. Wat voor politieke keuze zit daar nou achter om die pensioenfondsen zo strak daarin te houden, denk je? Ja, als je dan gaat kijken naar wat eigenlijk zeg maar de resultaten van de uitwerkingen van het pensioenakkoord nu zijn, zoals die dus inderdaad in de stuurgroepen besproken is en waar veel van naar buiten gekomen zijn, dan zie je precies waar dit over gaat, namelijk er is een vrij principiële keuze gemaakt eigenlijk om het stelsel wat gebaseerd is op een uitkering, gegarandeerde uitkering bij pensioen, te vervangen door een stelsel waarbij de premie centraal komt te staan en dus er allemaal individuele pensioenen opgebouwd worden. En die worden dan uitgekeerd. Dus je krijgt geen uitkering meer aan het einde van je werkzame leven. Aanvullende uitkering natuurlijk, bovenop het staatspensioen, de AOW. Die krijg je niet meer. Je krijgt dus nu datgene wat je daadwerkelijk aan rendement zelf opgebouwd hebt, krijg je dus uitgekeerd. En dat kan dus heel verschillend zijn. En dat is dus ongegarandeerd. En dat is dus het grote verschil. En dat is eigenlijk de politieke agenda. Het is een politieke agenda van de regering op dit moment en met name ook van D66 om inderdaad dat zo te gaan doen. En de vakbeweging is daarin meegegaan. Ja, nog even dan over dat verschil. De onderhandelaars van de vakbeweging, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Nou, daar komen we zo meteen op inderdaad van hoe die besluitvorming gaat en zou moeten gaan binnen de FNV. Maar nog even over dat onderscheid. Hè. Voor de relatieve buitenstaander is het misschien nog niet eens zo heel duidelijk van wat er nou precies mis zou zijn met dat verschil tussen je legt een premie in en dan kijk je wel wat er uitkomt afhankelijk van de beleggingen ten opzichte van het huidige stelsel. Zou je dat nog wat meer kunnen toelichten van wat voor risico's daar dan aan zitten als je naar dat nieuwe systeem zou gaan van hè, de premie inleg is gegarandeerd, maar de uitkomst niet. Ja, nou, het huidige stelsel gaat ervan uit dat je inderdaad gegarandeerde uitkering krijgt als aanvulling op je AOW. En die gegarandeerde uitkering is gebaseerd op bijvoorbeeld 80% van het gemiddelde loon wat je verdient. Dus dan weet je inderdaad zeker dat je een zekere uitkering op je pensioen krijgt. En nu wordt dat dus een premiestelsel. En afhankelijk van wat inderdaad de premies en de beleggingen uit die premies en opleveren, krijg je dus daar een uitkering op. En dat kan hoger zijn eventueel als de beleggingen inderdaad ontzettend goed zijn, de rendementen ontzettend goed zijn. Maar dat kan ook veel lager zijn als de beleggingen en dus de rente op voor die beleggingen ontzettend laag zijn. Ja, en zijn daar voorbeelden van te geven dat dus ook heel nadelig kan uitpakken? Toen we hebben wel iets in het verleden gezien van de Woekerpolis-affaire. Hoe pakt dat uit met lijfrentepolissen? Kun je daar wat over zeggen? Dat is daar allemaal wel vergelijkbaar. Nu wordt er dus nog wel gekozen voor het collectief beleggen. Dus je hebt daar een zekere mate van zekerheid in dat toch wel redelijk goed gaat komen.
Maar die zekerheid die vervaagt steeds meer en meer. En dat heeft met name te maken omdat het inderdaad een reële inschatting is dat de rente wat dat betreft ontzettend laag gaat blijven. Met als gevolg dat dus inderdaad als je zeker rekening gaat houden met de geweldige beheerskosten, vermogensbeheerkosten, dat dan inderdaad de rendementen en het vermogen ontzettend gaat slinken. Maar goed, ik denk dat dat in geen enkele verhouding staat met het vermogen wat nu ter beschikking staat. Daarmee kun je inderdaad, denk ik, nog meer dan voldoende tijd vooruit om inderdaad ervoor op te gaan zorgen dat je een stabiel systeem krijgt waarbij je stabiel en verantwoord systeem krijgt waarbij je dus die beleggingen gaat doen. Kijk, er wordt nu inderdaad heel goed rendement gemaakt op allerlei beleggingen waarvan je je moet afvragen of dat inderdaad goed is. Dan kun je je heel erg gelukkig prijzen als deelnemers aan het pensioenfonds, of je nu al gepensioneerd bent of dat je nog gepensioneerd moet zijn. Maar dat heeft natuurlijk ook wel zijn repercussies en gevolgen bijvoorbeeld voor hoe de samenleving en de wereld eruit gaat zien. Er wordt enorm belegd bijvoorbeeld ook weer nu ook nog steeds in fossiele brandstoffen en dat soort zaken meer allemaal. Nou, dat moet je eigenlijk niet willen, dat is niet goed. Maar als je dus inderdaad in staatsobligaties bijvoorbeeld gaat beleggen, ja, dan is dus het rendement daarvan nul, want die rente is zo laag, die is soms negatief al. Dus dan moet je nog geld bijvoegen om daarin te beleggen. Nou, dat is dus ook niet aantrekkelijk. En zo hou je dus zo'n systeem dan niet in de hand. Maar daar kun je dus wel naartoe werken, dat je dat wel kunt gaan krijgen. Maar daar heb je dus veel meer tijd voor nodig. Maar die tijd wordt je gegeven doordat je dus nu inderdaad een geweldig vermogen hebt opgebouwd. Dat is het. Dat is het. Ja, dus in feite, vandaar jullie comité, jullie zeggen in het kort van, als je kijkt naar de rendementen, dan kan er geïndexeerd worden, dan zijn die langlopende verplichtingen om die gegarandeerde uitkering te financieren, die zijn dan te financieren. Die zijn zeker te financieren. Dat is duidelijk. Om een illustratie te maken van waar we het over hebben, dat is misschien wel aardig. Er is gisteren dus inderdaad vastgesteld wat het reparatiebedrag voor de coronacrisis voor geheel Europa moet zijn. En dat was 750 miljard. Dat is een enorme hoeveelheid geld. In de pensioenfondsen op dit moment, zelfs na afschrijving van de tegenvallende rendementen en tegenvallende afschrijvingen die gedaan moeten worden op het pensioenvermogen, is nog steeds het dubbele. Er zit op dit moment 1500 miljard. Dus alleen de Nederlandse pensioenfondsen, als ze dat zouden willen, zouden dus twee keer zo'n hersteloperatie voor heel Europa kunnen maken. Dat geeft alleen maar de verhouding. Ja, en wat ook opmerkelijk is aan dit pensioenakkoord, en dat is op het gevaar af dat we heel technisch worden, maar de doorsneesystematiek is losgelaten, heb ik begrepen, in dat akkoord. En nou is er een grote groep die daar eigenlijk dan voor gecompenseerd gaat worden. Misschien dat je dat nog wat kan uitleggen. Maar wat opmerkelijk is dat dan dat zou om die compensatie te financieren 60 tot 100 miljard kosten. En dat gaat voor een deel uit die fondsen komen. Dus opeens is er nu geld om een compensatie te financieren, terwijl er 10 jaar lang geen geld was om voor de werkenden te indexeren en voor de mensen die pensioen kregen te indexeren. Ja. Kun je dat wat meer toelichten? Ja, nou dat is precies inderdaad het geval. Wat tot nu toe in het systeem zat, die doorsneesystematiek, heel eenvoudig uitgelegd, is dat je gewoon een premie betaalt en dat is een vaste gemiddelde premie. En die betaal je door het hele traject dat je werkzaam bent, dus 20 of 40 of 30 jaar, betaal je die premie, dezelfde premie allemaal. En die premie die wordt dus inderdaad gebruikt en belegd met de reserves en daaruit komt dus die uitkering. En dat is de doorsneesystematiek, dus dat is een gemiddelde premie, die betaalt iedereen hetzelfde. Nou,
die willen ze dus afschaffen, omdat ze dus inderdaad nu individueel mensen premie gaan betalen. En dan komt dus het probleem dat de jongeren nu dus dan veel langer premie gaan betalen en dus ook daar de rendement van krijgen dan de wat oudere generaties. Bijvoorbeeld als je nog maar 20 jaar of nog maar als je dus 40 bent en je hebt nog maar 20 jaar ongeveer te gaan in je arbeidszame leven, dan kun je dus veel minder opbouwen dan dat je als je jong bent, want dan heb je dus nog 40 jaar te gaan. Dat is de gedachte erachter. Die valt dus weg op het moment dat je inderdaad vast blijft houden aan die doorsneesystematiek, waar niks aan mankeert. Omdat ze dat dus willen afschaffen, moet je dus inderdaad die groep van 40 jaar, die leeftijdscohort, moet je dus inderdaad gaan compenseren voor het verlies aan opbouwmogelijkheden. En dat is dus inderdaad wat gaat gebeuren. En daarvan zijn dus inderdaad, ja, dat is nog niet, daar zijn ze ook nog over aan het onderhandelen. Maar daarvan is het zeer waarschijnlijk dat dat niet uit andere zaken komt dan uit inderdaad het pensioenvermogen wat nu al bestaat. En dat, ja goed, dat is dus inderdaad een sigaar uit eigen doos wat we eigenlijk helemaal niet willen. Ja. En dat is dus, ja, ik zie dat helemaal niet zitten. Ik ben daar modicus tegenstander van. Jij zegt dat het mankeert niks aan die doorsneesystematiek, maar de mythe is wel, misschien dat je daar ook nog even op kan ingaan, dat jongeren daar wel de dupe van zouden worden in het huidige stelsel ten opzichte van de ouderen. Er wordt een beetje een generatieconflict van gemaakt. Ja, ja, dat is het dus niet. Waar het generatieconflict door georganiseerd wordt, is door dat financiële toetsingskader en het toezicht van de pensioenfondsen. Iedereen is zich van bewust. Het pensioenstelsel wat we nu hebben is gebaseerd op drie pijlers, namelijk solidariteit tussen de generaties. Het is gebaseerd op verplichtingen, dus verplicht deelname van de mensen die werken. En het is gebaseerd op collectiviteit. Nu. Al die drie punten worden dus inderdaad min of meer losgelaten. Althans, er is een toewerking nadat die dingen losgelaten worden. Collectiviteit wordt losgelaten doordat je dus nu een individueel premiestelsel gaat krijgen. De solidariteit wordt losgelaten doordat je dus inderdaad dat premiestelsel voor een groot gedeelte een geïndividualiseerd iets krijgt. En het laatste, de solidariteit, dat is altijd vormgegeven in de vorm van dat je dus inderdaad gaat kijken van hoe dat tussen generaties goed gaat verlopen. En iedereen is daar op zich is daar content en tevreden mee. Dat is ook geen probleem. Zeker niet als je rekening houdt met inderdaad van dat er toch een gegarandeerd rendement kan komen. Wat voldoende is ten opzichte van het in stand houden van het enorme vermogen. Dan is uiteindelijk die solidariteit ook geen enkel probleem. En dan is iedereen er wel van verzekerd dat hij inderdaad aan het einde van zijn werkzame leven een goed pensioen gaat krijgen. En nu is dat dus absoluut niet het geval. Ja. En dat is dus waarom wij er ook zo erg tegen zijn eigenlijk. Ja. Ik wil je even een doemscenario schetsen, wat de natte droom is voor de neoliberalen. Stel nou hè, dat de Europese Commissie, want de minister Kommers van Sociale Zaken heeft vorig jaar al gezegd van ja, ik ga naar de Europese Commissie toe om ook hè, die verplichtstelling, want nu zijn mensen verplicht om deel te nemen aan het pensioenfonds als ze onder een regeling vallen die bij een fonds is weggelegd, om zogenaamd hè, die verplichtstelling dan te garanderen. Maar als jij... Je vertelde net zelf, hè, het gaat meer naar individuele potjes, dat wordt gewoon belegd. En dan bij de pensioengerechtigde leeftijd moet je maar kijken wat er uitkomt. In hoeverre verschilt dat van wat pensioenverzekeraars nu doen met lijfrentepolissen? Hè? Op een gegeven moment zou je kunnen zeggen, ja, het zijn hele grote verzekeraars, die beleggen ook in feite best wel collectief, want ze hebben veel klanten, ze zijn grote vermogensbeheerders. Wij moeten toegelaten kunnen worden op die markt, weg met die verplichtstelling. En dat dan op een gegeven moment vanuit die hoek
de verplichtstelling als volgende stap richting de privatisering van het stelsel er alsnog aangaat? Hoe realistisch acht jij dat scenario voor de lange termijn? Ja. Goed, we hebben daar, heel veel discussie over gevoerd. Ik acht dat een zeer waarschijnlijk scenario, meer dan waarschijnlijk scenario. En ik denk dat de stappen die dus nu gezet worden eigenlijk allemaal tussenstappen zijn om, om daartoe te gaan komen, tot zo'n constructie. Je ziet het daar, eigenlijk is dat wel een beetje een Europees programma. Is dat. Als je in verschillende landen gaat kijken, in Duitsland is daar bijvoorbeeld erg mee geëxperimenteerd. Nou, dat is daar dus falikant fout gegaan. In Oostenrijk is daarmee geëxperimenteerd. Dat is daar ook fout gegaan. Allemaal hetzelfde gedachte eigenlijk. Zo ver mogelijk af gaan komen van een staatspensioen. En de verzekeringen, en dat is eigenlijk een neoliberale agenda. De sociale zekerheid in verzekeringen gaan onderbrengen. En dan ben je dus overgeleverd aan inderdaad ook een heel stuk, wat we dan maar noemen, marktwerking. En daarbij is de enigste remedie voor verzekeringsmaatschappijen is inderdaad winst maken, of het enigste uitgangspunt. Nou, dat gaat dus dan ook gebeuren met de ouderdagsvoorziening, met de pensioenen. Nou, en dan kan iedereen op zijn vingers natellen van hoe dat... uitpakken voor zeker mensen die inderdaad slecht bedeeld zijn. En zeker ook voor jongeren is dat bijvoorbeeld uitermate knellend, want op dit moment wordt er dus inderdaad gezegd van ja, de jongeren worden achtergesteld en de ouderen vreten het pensioen van de jongeren op. Maar kijk eens hoe inderdaad bijvoorbeeld in dat nieuwe stelsel jongeren in staat zijn om daadwerkelijk een pensioen op te gaan bouwen. De arbeidssituatie van heel veel jongeren is enorm slecht. Ze hebben allemaal flexibele banen. Ze zitten in bedrijven waar nauwelijks of geen pensioen afgedragen wordt. En dat wordt dus dan gelegitimeerd van ja, maar straks in het nieuwe systeem kan iedereen dat zelf helemaal gaan regelen. Maar dan is het dus nog steeds geen verplichte stelling. Met als gevolg van dat je dus inderdaad dan na 40 jaar misschien hard werken overgeleverd wordt aan een staatspensioen of van wat daar nog van over is. En dat tegen de achtergrond van dat je inderdaad een enorme goede mogelijkheid hebt om dat op een hele andere manier aan te pakken, namelijk met een fonds wat je als werkende zelf opgebouwd hebt. Jij noemde Oostenrijk en nog een land. Kun je wat meer toelichting geven over hoe dat daar dan heeft uitgepakt als een soort negatief voorbeeld van wat ons te wachten staat als dit akkoord komt? Ja, ik kan dat niet helemaal precies. Dat gaat denk ik wel een beetje ver, maar goed. Ik weet in ieder geval wel in Duitsland dat daar inderdaad plaatsgevonden heeft. Daar is dus pensioen ontzettend verlaagd, het staatspensioen. Er is altijd een staatspensioen, maar daar is dus inderdaad gecompenseerd door de mogelijkheid dat mensen zichzelf bij konden gaan verzekeren. Nou, dat hebben een heleboel mensen niet gedaan, of konden dat ook niet doen. En met als gevolg dat er nu dus inderdaad in een zo welvarende staat als Duitsland inderdaad oudere mensen langs de glasbakken moeten lopen om te gaan kijken of er nog statiegeldflessen zitten en die ze kunnen inleveren om zo inderdaad hun ouderdagsvoorziening een beetje bij je te zwijgen. En ze zitten dus met geweldig veel achterstanden. Kijk, wat het grote voordeel ook van het huidige pensioenstelsel is, is dat dat gebaseerd is op solidariteit. Dus dat betekent ook dat inderdaad er een inkomensvergelijking gaat plaatsvinden op een niveau dat voor iedereen dan inderdaad ook wel redelijk aantrekkelijk is om toch op een goede manier je oude dag door te komen. En daarbij komt dus van als je nou echt zo graag wilt dat je inderdaad meer verzekerd wilt worden, er is niemand die je tegenhoudt om inderdaad via een commerciële verzekering dat te gaan beleggen. Ja goed, dan moet je dat doen. Maar het heeft dus ook al heel duidelijk uitgewezen dat dat veel minder goed rendeert natuurlijk, omdat je dat dan ook niet collectief echt goed gaat beleggen. Je bent dan overgeleverd aan zoals inderdaad een verzekeringsmaatschappij dat gaat doen.
En je hebt daar dus helemaal geen zeggenschap over. Nee. Dan kom ik ook weer op twee punten die uitermate belangrijk zijn in deze hele discussie rond de pensioenen. Het eerste punt is inderdaad dat je is, het is een fonds, een arbeidsfonds. Het is inderdaad uitgesteld loon, wat wij telkens zeggen. En dat uitgestelde loon, dat moet inderdaad beheerd worden. En in het hele traject wat we dus nu ook zien, is dat die beheersfunctie dus inderdaad ontzettend ondemocratisch geworden is. We hebben inderdaad, voor een tijd geleden was het toezicht op de pensioenfondsen en de verantwoordingsorganen van de pensioenfondsen, was redelijk goed georganiseerd. Dat is langzaam maar zeker is dat helemaal weggeëbd. Dus als deelnemers heb je nauwelijks meer inspraak en zeggenschap over, wat de pensioenfondsen op dit moment met de pensioenen aan het doen zijn. Ik had nog één ander punt, maar dan moet je me even helpen wat ik, waar de vraag precies ook over was. Dat werkt wel weer. Nou, de vraag was over die andere landen, hoe dat heeft uitgepakt als een soort negatief voorbeeld van wat ons te wachten staat. Ja, ik heb dat dus een beetje toegelicht op Duitsland. Daar zie je dus het traject naar inderdaad individualisering. En dus dat is ongunstig voor inderdaad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Maar het is dus ook ongunstig, en dat is het tweede punt, op uiteindelijk zeg maar de zekerheid en de stabiliteit voor je eigen ouderdagsvoorziening. Ja. En dat is dus een groot probleem. Het ondermijnt de solidariteit. Ja. Maar dan zouden we niet alleen als vakbeweging het huidige pensioenstelsel moeten verdedigen, maar ook moeten zeggen van, er zijn ook verbeteringen mogelijk, hè? Want die jongeren die, waar jij het over hebt, ja, die vallen vaak ook met het huidige pensioenstelsel buiten de boot. Ja. En dan denk ook aan veel ZZP'ers die in feite, ja, schijn ZZP'ers vaak al zijn, omdat ze ook een heel laag inkomen hebben en in een wezen een beetje in de constructie werden gedwongen. Hoe zouden we als vakbond daarmee om moeten gaan? Zou je niet kunnen zeggen van, we moeten toewerken naar één nationaal pensioenfonds, hè? Zoals de SP onlangs is pleiten voor een nationaal zorgfonds? Ja. Ik weet niet of je toe moet, want we hebben natuurlijk eigenlijk één, dat is dan geen fonds, maar dat is één staatspensioen, dat is de AOW. Dat is dus inderdaad voor iedereen is dat. Daar zeggen wij dus ook van, dat moet in stand gehouden worden, want dat is een basis in ieder geval. En dat moet ook niet op bekort gaan worden. Ik ben er niet zo'n voorstander van dat al die pensioenfondsen inderdaad in één pensioenfonds ondergebracht gaan worden. Er kan best inderdaad maatwerk geleverd worden. Wat ik wel ontzettend belangrijk vind, is dat die pensioenfondsen aan elkaar verbonden worden. Want als het bijvoorbeeld dus met de havenpensioenen slecht gaat en met de ABP gaat het hartstikke goed, dat je bijvoorbeeld dan inderdaad die solidariteit die je beoogt, dat je die ook over de pensioenfondsen heen kunt gaan doen. En dan, kijk, ik ben best voor kleinschaligheid. Dat hele grootschalige gedoe, dat is niet democratisch of zo. Dan kun je inderdaad als deelnemer aan het pensioenfonds nog veel moeilijker invloed uitoefenen op datgene wat met je eigen geld gebeurt eigenlijk. Dus ik vind daar best wel goed dat dat gedecentraliseerd wordt. Alleen dat moet dan wel zeker gesteld worden dat dat goed gebeurt. En daarvoor heb je dus een verbinding tussen de pensioenfondsen. Dat zou dan een hele goede oplossing zijn. Ja, oké, duidelijk. En een punt wat dus nog ook heel belangrijk is dat zeker dat naar jongeren toe, we hebben nog twee eisen die uitermate belangrijk zijn en die dus nu in de uitwerking ook eigenlijk niet meer verder aan bod komen, maar waar we ook telkens op gehamerd hebben en die wel in het oorspronkelijke akkoord van juni 2019 aan bod kwamen, maar volstrekt onderbelicht. Dat is de eerste eis dat we namelijk inderdaad zeggen van, je moet de AOW gaan bevriezen qua leeftijd. En dat hebben ze toen niet gedaan. Ze hebben het bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Maar nu gaat het dus straks weer doorstijgen. Nou, als je nu gaat kijken naar de situatie op de arbeidsmarkt op dit moment rond de coronacrisis,
dan zie je dat dat gewoon een onhoudbare situatie gaat worden. Want dat betekent dat je nog meer de jongeren inderdaad buitenspel zet in de samenleving. Nou, dat moet je absoluut niet willen. Ik denk dat er nu inderdaad ruimte gemaakt moet worden voor... want kijk, daar is ook de redenering nu van, ja, jongeren moeten, de samenleving, de economie gaat zich veranderen, jongeren moeten, of mensen moeten zich gaan omscholen. Nou, dat doe je niet meer met mensen van 62, 63 jaar, want dat heeft geen enkele zin. Dus dat moet je met jongeren gaan doen. Daar moet je in gaan investeren. En die moet je ook de gelegenheid geven om inderdaad aan het werk te kunnen gaan. En zichzelf ook inderdaad een toekomst op te gaan bouwen. Een situatie te gaan creëren dat ze daadwerkelijk pensioenpremie kunnen gaan betalen. Waar ze dus nu überhaupt niet toe in aanmerking komen. Nou, en dat is dus ook een aansluiting op het derde punt. Wat wij hebben in onze eisen, wat uitermate belangrijk is. Namelijk dat inderdaad ook de toegang moet komen voor mensen in flexibele arbeid. Want dat is niet meer weg te denken bijna uit onze economie. Maar dat wil niet zeggen dat je daar dan mee ook inderdaad het gebrek aan solidariteit dan ook maar daarmee opoffert. Ik vind dat inderdaad mensen allemaal, en dat is onafhankelijk van de premie die ze betalen, maar moeten kunnen deelnemen aan een pensioenfonds. En zeker op het moment dat die pensioenfondsen inderdaad uitpuilen van het vermogen. Ja. Nou. We zijn best wel een ver verwijderd van waar ooit is een enorme interne crisis binnen de vakbeweging over is ontstaan. Namelijk over dit casino-pensioen, wat het in zeg maar korte bewoordingen toch op neerkomt. Er is door de twee grote bonden ooit eens verzet gepleegd daartegen, FNV Bondgenoten en Afcabo. Maar nu lijkt het bestuur eigenlijk gewoon dit helemaal te omarmen en zien we in Elsje gaan warm pleit bezorgen van. Hoe verklaar jij die draai of dat die verandering van positie? Ja, wat ik zie is dat eigenlijk de vakbeweging in het hele gebeuren hier, of althans de leiding van de vakbeweging in het hele gebeuren hier, eigenlijk zich overgeleverd heeft aan wat dan inderdaad het polder is. En dat ze er telkens weer onder in goed fatsoen onderling proberen uit te gaan komen. En ieder voelt nu eigenlijk ook wel aan dat, dat polderen inderdaad voor een groot gedeelte tot het verleden gaat behoren. Dat dat geen perspectief meer biedt voor inderdaad een sociaal en goed leven eigenlijk. En samenhang in de samenleving, ook qua inkomen. Nou, daar moet dus inderdaad wat aan gebeuren. De vakbeweging kan de leiding van de vakbeweging kan die slag niet maken, of wil die slag niet maken, ik weet niet wat dat is in ieder geval. Daarmee zijn ze dus wel in een fuik gezwommen, waarbij ze eigenlijk een punt hebben bereikt dat ze niet meer terug kunnen. En dat is dus erg gevaarlijk en ding. En daar zijn wij dus nu ontzettend mee bezig om daar een pas op de plaats te gaan maken. Om inderdaad een stuk reflectie te gaan organiseren van waar zijn we nu mee bezig en waar gaat dit naartoe. Dit moet stoppen. En we moeten inderdaad ervoor zorgen dat de mensen zelf inderdaad het gaan begrijpen. Het snappen van waar het naartoe gaat. En dat ze dan inderdaad ook zelf zich kunnen uitspreken van of ze het daarmee eens zijn of niet. En dat sluit de top van de vakbeweging dus nu ook uit. En daar zijn wij dus ook wel zeer verbolgen over. Ja, en er zijn natuurlijk verschillende manieren om die discussie te beïnvloeden. Want binnen de FNV zijn er sectorraden, er zijn allerlei bedrijfsledengroepen. En daarboven heb je ook het ledenparlement met gekozen afgevaardigden. Dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke manieren om democratische besluitvorming af te dwingen. Wat zijn
de ideeën van het Landelijk Actiecomité daarover? Hoe zullen jullie Ja, tijd daarmee omgaan? we hebben in de aanloop naar vorig jaar, naar het akkoord, hebben wij dus nog wel op redelijke manier samengewerkt ook. Want wij waren, oorspronkelijk waren wij niet alleen LCR, Landelijk Comité Red het Pensioenstelsel, maar dat was ook een samenwerking met de WPA. En de WPA is het werkgroep pensioenactiviteit van de sector senioren. De werkgroep is dat, ingesteld door de sector senioren. Nou, wij hadden dus een bepaalde lijn en dat waren onze drie eisen met de vierde eis nou vast. De eis was dus inderdaad bevriezen van de AOW-leeftijd, indexatie voor elke generatie, dat was de tweede eis, en een verplichte deelname geflexibiliseerde mensen, ZZP'ers, flexibele arbeidscontracten in een pensioenstelsel. En de vierde eis was dus, wij accepteren geen verslechteringen. Die vierde eis was eigenlijk meer bedoeld om inderdaad die drie eisen aan elkaar te gaan verbinden en niet tegen elkaar laten uitspelen. Nou, daar is dus, wat ik ook straks al zei van de vakbeweging, is een richting ingegaan die inderdaad steeds verder ging in de richting van het individualiseren van het pensioenstelsel. En wij hebben daar dus telkens tegen geageerd. En toen is dus inderdaad een punt gekomen waarbij de faciliteiten eigenlijk voor de LCR aan de kant gezet werden. En wij dus ook als een soort bedreiging werden gezien. Zo ventileert Tuur dat trouwens ook nu recentelijk in de Poolse Krant. Maar goed, daar zijn wij niet van onder de indruk eigenlijk. Wat wij willen is dus inderdaad ook kenbaar maken en duidelijk maken van waar het om gaat. En dat de mensen inderdaad in staat zijn om zich een goed oordeel te vellen over de ontwikkelingen zoals die nu zich plaatsvinden. En dat is nog maar los van hoe wij de situatie inschatten. Natuurlijk zullen wij ons daarin manifesteren, maar mensen moeten op basis van goede informatie kunnen besluiten van, is dit een kant die we op willen? En als ik nu in de samenleving ga bekijken, is die bereidwilligheid inderdaad een stuk minder. Dat is iets wat, denk ik, het coronacrisis nu ook wel duidelijk gemaakt heeft. Tenminste, in mijn ogen. Dat er inderdaad een geweldige behoefte is aan solidariteit. En dat er een behoefte is in dat er inderdaad ook een stuk zekerheid gaat komen. Dat je inderdaad in de toekomst verder kunt. En dit pensioenstelsel, wat de verandering daarvan, gaat daar niet toe leiden. En dus moeten mensen zich daarover uitspreken. En wij zijn dus inderdaad nog zeker bezig om te gaan kijken of allerlei verbanden en gremia en instanties binnen de vakbeweging ook zover kunnen gaan krijgen om in ieder geval die discussie onderling te gaan voeren. En dat is de reden waarom we dus nu ook een goede interventie gaan plegen naar de sector senioren toe, die daarin het voortouw moeten gaan nemen, denk ik. Maar dat is, daar moeten we ook voorzichtig mee zijn, want ik vind dus dat niet inderdaad de sector senioren weer weggevreemd moet gaan worden als zijnde van dat is een club die inderdaad alleen maar op eigen belang uit is en zo graag de pensioenen weer geïndexeerd wil hebben. Nee, het is inderdaad een kwestie van solidariteit, hoe wij gezamenlijk over een hele lange periode inderdaad de inkomenspositie van de meest zwakkeren in de samenleving toch op een goede manier kunnen garanderen. En dat kan volgens mij niet met dit, met deze wijziging in het pensioenstelsel. Ja, het ziet er nu naar uit dat eigenlijk het tegenovergestelde gaat gebeuren, hè, qua besluitvorming. Dat het bestuur, als we niet uitkijken, het is door één jas bij het ledenparlement niet eens met een stemming, maar dat ze gewoon het zullen presenteren als, kijk, jullie kunnen aan deze uitwerking zien dat wij ons hebben gehouden aan ons mandaat. En vorig jaar hadden we al groen licht van de leden via het referendum, beste ledenparlement. Nou, ter informatie, en we gaan over tot de neoliberale orde van de dag. Ik bedoel, dat is een doemscenario, maar ik zie het wel voor me, dat dit dreigt te gebeuren. Hoe schat jij de kans in om toch te kijken hoe we dat de komende weken toch nog kunnen beïnvloeden om die democratische besluitvorming af te gaan dwingen? Ja,
Wij gaan een motie indienen bij de sector senioren. Een aantal sectorraadsleden is daarmee akkoord gegaan. En die motie die gaan wij dus nu indienen. Die gaan we ook heel publiekelijk maken. En die motie zegt eigenlijk twee dingen. Het meest belangrijke is dat inderdaad de wijzigingen die nu voorgesteld worden, niet afgedaan kunnen worden als een minimale wijziging in wat inderdaad in het akkoord afgesproken is. Want het is een fundamentele wijziging. En daarvan zeggen wij dus inderdaad, daar moet een ledenraadpleging voor komen voordat inderdaad die weg vervolgd gaat worden. En daarbij is het uitermate belangrijk dat er inderdaad meer dan voldoende informatie terecht gaat komen bij de mensen om dat oordeel ook goed te kunnen gaan vellen. Dat is de strekking ongeveer van de motie. En daarnaast geven wij dan natuurlijk inderdaad een aantal constateringen die ook belangrijk zijn. En die inderdaad eigenlijk zeg maar ook voor mensen die daar interesse en belangstelling voor hebben en die daarbij betrokken zijn, al wel heel erg duidelijk zijn, maar die door de vakbeweging, op dit zeker de top van de vakbeweging, nog zeker niet goed doorgecommuniceerd zijn en ook gedraineerd worden om die aan de mensen duidelijk te gaan maken. Ja. En dat betekent dus ook dat er inderdaad nu pas op de plaats gemaakt moet gaan worden, inderdaad een goede voorlichting moet gaan komen, hoor en wederhoor moet plaatsvinden. Veel Zoom-vergaderingen, Jitsi-vergaderingen, et cetera, allemaal ja. Weer. En voordat je dus inderdaad daar mee verder gaat, dan inderdaad ook goed weet van hoe de gehele vakbeweging, maar liever nog de gehele Nederlandse bevolking, hier tegenaan kijkt, op basis van goede informatie. En ja. Dat kan ook, want kijk, wat nu dus inderdaad afgesproken is, is eigenlijk de resultaten uit de onderhandelingen, die na een jaar duidelijk zijn gekomen, zijn volstrekt incompleet, bieden geen oplossing op de losse eindjes. Integendeel, er komen nog meer losse eindjes bij. Er is daar onduidelijkheid over de premiestelling. Er is onduidelijkheid over hoe het systeem van beleggen moet plaatsvinden. Er is onduidelijkheid over hoe de rendementen verdeeld moeten worden uit de beleggingen. Dat soort zaken meer allemaal. Daar wordt langmoedig over gedaan en dat is niet terecht. Daar moet duidelijkheid over komen. Daar moet besluiten over genomen gaan worden. Ook over de compensatie van sommige leeftijdscohorten. Daar is ook nog helemaal geen duidelijkheid over. Er moet zelfs inderdaad nagedacht worden of wij dat willen nog steeds. Want daar worden niet eens besluiten overgenomen, aannames gedaan die heel vergaand zijn. Nou, dat moet niet kunnen, dat moet goed besproken gaan worden. Nou, al die dingen bij elkaar maken dus dat wij zeggen van, maak nu een pas op de plaats, want het duurt nog 6 of 7 jaar voordat het helemaal uitgewerkt kan worden. En nu moet het inderdaad na een jaar onderhandelen, binnen een 3-4 weken moet het inderdaad er helemaal doorheen gejast gaan worden. Waarom? Omdat inderdaad wetgeving moet gaan plaatsvinden vanaf januari 2021. Maar er zit natuurlijk iets anders achter. Er zit een politiek gebeuren achter, namelijk het politieke gebeuren dat dit een van de belangrijke issues is, de aanpassing van het hele pensioenstelsel. Voor met name VVD en D66. En die moeten voor de verkiezing van volgend jaar moeten die nog scoren. En daar is dus geen enkele reden voor om daarin mee te gaan. Ze wachten maar een jaar en ze gunnen ons en iedereen, maar alle mensen, maar de gelegenheid om hier inderdaad een wel overwogen oordeel over te gaan tellen. Nou, lijkt me een mooie afronding, Cheryl. Ik denk dat het goed is om nu de aankondiging te doen in lijn met wat je stelt over er moet goede informatievoorziening komen, er moet een goede ledenraadpleging komen. Dat vereist nogal wat om dat voor elkaar te krijgen gezien
De snelheid waarmee het FNV-bestuur dit erdoor wil krijgen. We hebben voor de luisteraars en kijkers aanstaande woensdag 3 juni om 7:30 hebben we een livestream. Met ook weer een spreker van Landelijk Actiecomité en Red het Pensioenstelsel en een spreker van de Internationale Socialisten. We zullen dat organiseren en de gegevens van de livestream op onze site posten. Houd dat goed in de gaten, socialisten.nu. Verspreid de link, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen inloggen en de livestream kunnen volgen. Hopelijk draagt dat ook bij aan waar we het over hebben gehad, namelijk binnen de FNV meer informatie verschaffen over wat op het spel staat en wat dit pensioenakkoord precies inhoudt. En wat onze alternatieven zijn. Dank Sharon Maassop voor jouw tijd. Laten we vooral veel samenwerken de komende tijd. We hebben nog een artikel in het komende nummer van De Socialist hierover. Dat zal verschijnen. Dat kan ook weer verspreid worden binnen de FNV. Lijkt me belangrijk. En verder dank iedereen voor jullie aandacht. Blijf op de hoogte. Schrijf je in onze nieuwsbrief. En tot snel iedereen. En dank nogmaals. Sharon Maassop. Graag gedaan. Landelijk Actiecomité Red het Pensioenstelsel. Graag gedaan.